beeldschermen zijn niet meer weg te denken. We werken ermee, volgen lessen van school, we onderhouden onze sociale contacten, spelen spelletjes en doen boodschappen. Ja, verzin het maar, of we gebruiken er een beeldscherm voor. Maar wanneer wordt beeldschermgebruik overmatig of zelfs problematisch? Volgende week dinsdag, op 8 december, houdt Tactus Verslavingszorg er een online informatieavond over, onder de titel Scherm de Baas. Ja, Laurence de la Couture van Tactus, goedemiddag. Goedemiddag, ja, hallo. Het klinkt bijna een beetje ironisch, moet je zeggen, dat je zo'n avond via een beeldscherm tot je laat komen. Ja, inderdaad, dat is bijna ironisch. Maar goed, in deze coronatijd op dit moment gewoon echt niet anders te doen. En dat maakt dat we hem dan op dit moment online doen. Ja, ja. Voor wie is het bedoeld? Voor ouders, opvoeders, professionals, eigenlijk iedereen die wel vragen heeft omtrent dat schermgebruik. En dan heb ik het wel over de hoeveelheid schermgebruik en niet over de veiligheid op het internet. En ouders, wij richten ons best wel op de puberleeftijd, dus van 12 tot met 18 jaar. Ja, ik zei het net al even, we doen wat alles met een beeldscherm tegenwoordig. En ja, nu in coronatijd waarschijnlijk zelfs nog wel meer dan voorheen, dan gewoon. Wanneer is het nou eigenlijk te veel? Ja, wanneer is het nou te veel? Ja, nu is het een inkoppertje om te zeggen, we gaan daar dinsdag natuurlijk uitgebreid over hebben. Maar alvast een tipje voor de sluier, of hoe je dat ook noemt. Een tipje van de sluier? Sorry, ik kwam er niet op. Ja. Maar het gaat in ieder geval om balans. Wanneer is het nog bewust gebruik en is het ook ontspanning? Is het nog een hobby? Is het gewoon even fijn, even contacten via WhatsApp bijvoorbeeld met een vriendinnetje? Of wanneer is het, ik moet nu dat spelletje spelen, want ik moet dat level gaan behalen? Waar zit daarin het verschil? We gaan het echt hebben over digitaal balans. Ja, want zou je merken dat je verslaafd bent omdat je ook afkikverschijnselen krijgt? Krijg je dat ook van een beeldscherm? Ja, van het beeldscherm op zichzelf niet gelijk, maar wel van de functie die het beeldscherm heeft. Het kan het contacten zijn met vrienden. Er zitten heel veel beloningssystemen ook in verschillende spelen. Ook daar gaan we het over hebben, 8 december. En wat is daarin de functie? En dan gaan we vooral kijken van, wanneer hebben we het dan over verslaving? En wanneer hebben we het ook over die afkikverschijnselen? Moet je of moet je niet? Ja, nou is die avond voor ouders, hè? Hoe ga je nou eigenlijk met het beeldschermgebruik van je kinderen om? Ja, hoe ga je dat nou doen? Eén tip nogmaals, alvast. Regels en afspraken maken. En ja, dat is zo eentje. Ja, dat horen we wel vaker. Hoe mooi is het? Deze zeggen we ook al wel eens regelmatig tegen ouders. Ga de afspraak eens maken samen met je kind. Want zij weten prima wat zij wel of niet oké vinden. En kunnen daar heel goed over in gesprek gaan met jou. Nee, in plaats van dat je dus echt zo oplegt. Dat strijkt veel kinderen tegen de haren waarschijnlijk. Ja, en kijk, tuurlijk, zij willen gewoon heel veel achter een beeldscherm zitten. En nu, kijk, als ik nu ook even naar mezelf kijk, dit weekend was het hartstikke koud. Ja, dan vind ik het ook eigenlijk veel lekkerder om wel even binnen te zitten. Maar toch is het wel goed natuurlijk om even naar buiten te gaan. Oké, hoe kunnen we daarvoor voor die balans zorgen en welke afspraak kunnen we daarover maken? Jij wil heel graag een film kijken. Oké, hoe lang duurt die film? Maar ik wil ook wel heel graag dat je naar buiten gaat. Hoe denk je dat dan te gaan doen? Ja, het klinkt bijna ouderwets, zoals dat je vroeger ook, toen we nog geen beeldschermen hadden, maar dan weer wat anders. Toch? Dat is het toch eigenlijk? Ja, nou ja, en daar zijn we ook wel, deze generatie, kijk, ik ben er nu voor een gedeelte mee opgegroeid. De ouders, die zijn er niet mee opgegroeid, maar merken het nu wel. Hoe ga je daar ook mee om qua opvoeding? Het lijkt me vooral lastig, Laurence, want als ouder is het ook belangrijk in jouw leven, zo'n beeldscherm. Dus wat je kind natuurlijk, dat je dat niet wil, maar dat doe je misschien zelf ook. Dat is misschien moeilijker dan dat je zegt, ik wil niet dat je bloot. Ja, ik bloot niet, dus dan heb ik daar niet zoveel mee te maken. Maar met beeldschermgebruik is dat natuurlijk veel lastiger. Ja, is ook heel lastig. En ik merk het aan mezelf vandaag ook. Ik heb een uitje gehad naar Emmeloord omdat ik daar een afspraak had. Maar voor de rest heb ik vandaag heel veel achter mijn beeldscherm gezeten. En hoe zorg ik er ook zelf voor dat daar wel balans in zit? En inderdaad, ik ben het voorbeeld van mijn kind. Wat laat ik ook zien? Dus samen een alternatief doen. Samen eens een keer
pepernoten bakken, want dat is er binnenkort. Of toch maar eens even een andere hobby gaan zoeken samen. Is dat een idee? Ja, nou, meer van dit soort tips dus op de informatieavond Scherm de Baas. Volgende week dinsdag 8 december om 8:00 s'avonds. Ja. Je kunt meedoen, daar hoef je je niet voor aan te melden. Hè. Je kan gewoon naar tactus.nl/agenda. Ja, je kan naar tactus.nl/agenda. Je mag je aanmelden, het hoeft niet per se. De livestream zal daar zeker vanaf 7:45 aanwezig zijn. En deze vindt plaats op YouTube. Daarnaast gaan we ook werken met een Mentimeter. Dus we zijn ook heel graag benieuwd naar jou als ouder. Waar loop je tegenaan? Welke vragen heb jij? En ook, heb jij zelf ook nog tips? Want ja, wij weten redelijk iets, maar ook niet alles. Dus we horen ook graag van jullie de tips. Ook van de jongeren zelf. Heel goed. Laurence de la Couture van Tactus Verslavingszorg. Dank je wel.